Kerdaan. Dat zijn heel veel Squeeples. Waar gaan ze nou naartoe? Laten we denken als Squeeples en doen wat zij doen. We moeten wel. Maar wacht, je hebt wel een punt. Ze zijn vast op weg naar een plek met een grote hoeveelheid rubber. Dat betekent banden. En dat betekent... Het Oceanside Bandenmuseum. Dat bestaat niet eens. Waarom heeft Becker dan gecollecteerd voor... Oh, dom van me. Ik heb het over de drive-in bioscoop. Elke auto in de stad is daar voor de nieuwe Hero Force 3D. Ik weet het niet. Misschien moeten we wachten tot ze terugkomen. Als we ze blijven opjagen, blijven ze gewoon om aandacht vragen. Klaar met vadertje-moedertje spelen. Squeeples zijn ontembaar. We moeten ze grijpen. Het is een mogelijk invasieve soort die nog honderden jaren niet mag bestaan. Dat zei ik letterlijk 10 minuten geleden al. Laat ook maar. Dit is jouw zooi, dus dan ruim jij het ook maar zelf op. Opruimen. Dat is het. Van onze Squeeplezuigers. Eerlijk gezegd lijkt dit me nogal amateuristisch. Misschien is het niet zo effectief. Oké, goed punt. We gaan erop af. Natuurlijk staat de drive-in niet onderaan de heuvel. Zoveel autobanden die smeken om opgegeten te worden. Ze moeten hier toch ergens zijn? Dat was best wel raar. Dit is fijn. De film is echt zo saai. Doe toch iets! Hoe gaan we die Squeeples vinden? Gevonden! Het is tijd om te vechten. Het lot van de wereld ligt in onze handen. Wow. Dat is ook toevallig. Het is net of ik in de film zit. Au. Pap, er zitten monsters buiten. Dat klopt, liefje. Door deze 3D-bril lijkt het net alsof er monsters om ons heen zijn. Maar je weet toch niet beter. Alsof het echt heel erg erbij komt. Zo realistisch.